ik was eigenlijk altijd het talent van Nederland. Ja. En toen lig je 2 jaar uit de running, dus iedereen vergeet je. Ja, ja. En toen was er een nieuw talent van Nederland eigenlijk opgestaan. En toen ik terugkwam, moest ik gelijk weer tegen hem vechten. Meen je? Ja. En maar die gaf ik 3 rondes gewoon echt te pak rammel gewoon. Ja, ja, ja. Ik sloeg hem helemaal de tering. Ja. Is goed man, kom eraan. Yes jongens, een nieuwe bij Andy in de auto. Dit keer Hubert Geven, een MMA vechter en een bare knuckle fighter. De eerste van Nederland, dus ja, ik ben wel benieuwd hoe dat allemaal gaat. Dus we gaan luisteren naar zijn verhaal. Yes! Oh, good shot from Geven. Yes, now let's check out what happened there. There's that right there, great right from Geven there again. He's shown a lot of quality, Geven there. Hubert jongen. Andy, hoe is die? Goed vriend, ja. De gelo, jongen. Ja. Je krijgt dat ding uit de piep, piep, piep. Hey, is een mooi ding, hè? Jawel, is leuk. Ja, zeker. Ik wist niet dat je hier zat, man. Ja, 1,5 jaar nu. Wat meen je? Ja, zeker. Ach, ik dacht dat je eerst achterin zat of zo, man. Nee, 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 1,5 jaar. Oh, mooi schooltje zo. Ja, dat is mooi. Top. Heb je getraind? Ja, vanmorgen. Oh, lekker, man. Daarna wat lesjes gegeven. Hey, lessen die je ook geven, hè? Nino wil ook bij jou. Ja, ja, klopt. Hij was een keertje langs geweest, want er waren er alleen kleine kinderen. Toen is hij weer weggegaan. Oh. Ja, hij wil ook een beetje sterk worden en zo. Gek. Hij was een uurtje te vroeg gekomen, dus die kinderles. Ja. Met 1 uurtje later. Toen dacht hij van dat er allemaal de kleine jongens voor hem waren. Ja, maar de kleine jongens, dan is hij weggegaan. Ik heb hem nog niet gezien hoor. Die is naar binnen gelopen. Ziet die kleintjes, hup, weggegaan. Mooi hè? Hij denkt, dus mij te klein, jongen. Ja, 100%. Maar je hebt dingen, wat doe je? MMA heb je gedaan, hè? Ja, MMA. En doe je dat nu nog? Ja, doe ik nog steeds. Oké. Okay. En je traint daar naar een wedstrijd toe? Hoe lang duurt dat over ja, training? 8 weken ongeveer. 8 weken voorbereiding? 8 weken zijn we aan het voorbereiden. En dan, ja, soms hebben we een invalpartijtje, dan een weekje of 2 weken. Weet je niet? Maar meestal 8 weken, ja. Oké. Okay. Ja. Oh, ik dacht dat het veel langer was, man. Ik denk, ik moet een paar maanden vooruit trekken. Niet eten, dieet. Weet je wat het is? Als je altijd traint, dan ben je altijd redelijk fit. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dan hoef je alleen nog wat gewicht naar beneden te doen. Ben je er klaar voor. Ja. En hoeveel, zeg maar, als je iets te dik bent, hoe snel val je af? Ja, ik kan wel goed afvallen. Ja? Ja, maar ik kan ook goed aankomen. Dus. Ik ook. Maar even kijken. Zeg maar, wat doe je dan ervoor om zeg maar af te vallen? Ga je dan sauna of zo? Of wat? Ja, sauna, zweetpak aan, hardlopen. Oh ja, ja, ja. Zweetpak. Of zweetpak. Maar meestal zo in 2 maanden tijd doe ik meestal een kilootje of 10 kan ik eraf gooien. In hoe lang? 2 maanden. 10 kilo? 10 kilootjes, ja. Oh. Kan nog wel meer hoor, maar dan word je echt zwak. Ja, ja, ja. Dan heb je geen kracht meer en zo, nee, hè? Nee. Godzame, 10 kilo, hè? Ja. Dat is snel. Ja, ik wou dat ik dat kon. Ik vecht meestal op 70 en dan loop ik rond op 80, 82. En ja. Dan, ja, dat moet eraf. 70 kilo, ja? Ja. Oh, en wat is nu je beste partij geweest in de MMA? In MMA tegen Donovan Desme, dat bij Cage Warriors. Dat was gewoon een gruwelijke partij. Waar was dat? Is dat in het buitenland? Of? Was in Antwerpen. Was okay. Redelijk dichtbij. Maar het bloed vloog alle kanten op. En, ja, ja, ja. Keihard. Na 1 ronde was het ook afgelopen. Maar dat was echt een super partij. Oh, had je hem KO? Nee, hij stopte in de rust. Oh, oké. Okay. Hij kon niet meer goed zien en toen ja, kapte hij. Dat was gewoon vol erop? Ja, vol, vol, vol. Waar kwam hij vandaan? Nederland? België. België. Oh, zo, zo, ja, ja. Ik kwam op en al die mensen aan met middelvingers. En, ja, ja, ja. Dat is helemaal gek. Schreeuwen. Ja, schreeuwen. Klootzakken. Ik mocht niet winnen. Maar goed, ik deed wel. Ja, ja, ja. Ja, dus we waren er echt flauw van. Hoe bedoel je, mocht niet winnen? Ja, gewoon, het was zijn feestje. Gewoon, ja, 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 ja. Ik kwam op en ach, gelijk middelvingers en boe. En ze werden helemaal gek, die mensen. Een beetje Nederland-België ook. Ja, ja, ja. Mooi is dat. En volgens mij was rond die tijd was ook gelijk die voetbalwedstrijd van Nederland-België. Oh ja? Die moesten ja, toen een keer voetballen of zo. Ja, ja, ik, kan wel. Dat was het helemaal beladen. Ja. Mooi is dat. En als je dan bij de zeg maar, tegenstander daar naar binnen komt, was maar voetbal ook altijd zo heerlijk. Ja. Oh. Dan krijg je zo'n kick, hè? Ja, is dan wil je nog meer. Ik vind het echt prachtig. Ja. Dus je loopt, maar dat was een groot stadion, 15.000 man of zo zaten we. En je loopt naar binnen. Ja, gewoon iedereen was tegen me. Ja, gewoon, ja, ja. Maar, ja, ik had mijn eigen fans mee, een mannetje van 100 mee. En, ja, dat was geweldig. 15.000 man ja, zat daar. Ja, oh. helemaal vol, gewoon het hele stadion vol. Niet normaal, hè? Ja. Hoeveel mensen? Is dat in Nederland ook wel zo? Of is het minder? Die enthousiasme? Ja, in Nederland is minder. Over die MMA, hè? MMA is weinig in Nederland. Ja. Ja. Kickbox is wel groot hier. Ja, kickbox is groot. Ja. Waarom is dat dan eigenlijk? Het mag wel, toch hier? Het mag, maar de mensen vinden het vaak te bruut en te vreed. Oké. Middeleeuws. Middeleeuws, ja.
En dan doe je ook nog dat Bare Knuckle. Bare Knuckle erbij ook nog, ja. Dus ik heb alles tegen zitten, zeg maar. Ja, was het de eerste, je hebt één wedstrijd nu gevochten, hè? Ja, één wedstrijd gevochten. En hoe was dat dan? Hoe beleef je zoiets? Want dan is het gewoon echt gewoon met de hand. Ja, blote vuist. Blote vuist. Ja, ik was wel, ik kwam op en toen was ik wel een beetje zenuwachtig. Maar je staat in die ring en ja, je moet toch vechten. Ja. Als ik niet sla, dan doe jij het. Ja. En ik had hem een paar goede stoten gegeven en toen kwam ik een beetje achteruit. En toen dacht ik bij mezelf van, oh, ik heb ze al gegeven, ik voel niks. Dus ja. Gast erop van, ja. Maar je voelt dan ook niks meer hierin? Nee, niks. Nee. Derde ronde voelde ik wel een beetje mijn middelvinger. Ik heb een paar keer te hard op zijn neus geraakt, maar ja. Ja. Liever ik bij hem dan hij bij mij toch. Ja, dat is ook zo. Maar ja, ik zie dat je gewoon, ja, jij bent een sportman, jij bent het gewend ook met het MMA en zo, maar dat je dan zeg maar in de ring in gaat en dan in één keer, oké, met blote handen en ik iemand. Ja, het is mooi. Ja. Ik vind het wel mooi, want ik doe een beetje kickboksen en zo. Ja. Ik heb vroeger ook wel een beetje MMA gedaan in Engeland, bij in Manchester, maar ik weet ook wel dat het heel zwaar is, die training. Het is echt ongelooflijk dat je er allemaal voor moet laten, eigenlijk ook wel. Hè? Ja, veel laten, het is zwaar en ja, goed. Het wordt onderschat ook door de mensen, denk ik. Ja, denk, er staan alleen maar twee vechters in de ring en voor de rest doen ze niks, maar voorbereiding. We zijn aan het schaken met z'n tweeën gewoon. Ja. Hij en ik, en wie heeft de juiste set en die wint gewoon. Ja, dus het is ook gewoon tactisch spel, hè? Ja, zwaar tactisch spel. Zonder tactiek, daar heb je helemaal niks te doen. Nee. Want als je blind erin gaat, boom, krijg je er een op tienetje en is klaar. Gelopen. Kijk, in het amateurniveau daar red je het nog wel zonder tactiek, maar het hoger niveau moet je gewoon tactiek hebben. Ja. Is niet, kan je niet aan ontkomen. Nee, maar het is ook zeg maar net zoals bij voetbal. Tegenstander lezen en zo. Kijk je dan ook zeg maar, beelden of zo? Alles. Ik kijk elke video wie van de tegenstander te vinden is, die kijk ik. En ik weet alles gewoon wat hij doet. Ja. Elke stap wie die gaat maken, dan weet ik al wat de volgende stap wordt. Ja. Oké, dus als jij een combinatie gaat zetten, weet je ook, hij gaat dit en dit doen. Ja, voor ongeveer. 90% weet je het. Ja. Maar ik kijk gewoon al zijn video's en op een gegeven moment kan je een ritme vinden van iemand. Ja. En als iemand moe wordt, dan vervallen ze eigenlijk altijd op het op één standaard iets. Ja. En als je dat vindt, ja dan. Dan wie? Staan ze schaakmat. Mooi! Ja. Dan krijgen ze er een op, boom. Ja, dat is ook. Dat, die conditie is heel belangrijk in die sport. Hè? Conditie is het allerbelangrijkste. Ja. Die heb je gewoon nodig. Zonder conditie, dan kan je één ronde vechten. Dat doen ook veel vechters hoor, maar dan zijn ze één ronde, gaan ze alles geven. Ja. Ja, goed. Dan leg je het vaak af. En dan, ja, die hopen gewoon op die ene ronde dat ze dan alle kracht hebben. Ja, dat ze een knockoutje slaan of zeg maar. Ja. Dat lukt meestal niet. En dan hebben ze een probleem als ze de tweede ronde moeten, want dan gaan de handen naar beneden. Ja, ik heb wel eens een wedstrijd gehad hoor. Dan was die eerste ronde, jongen, die was drama gewoon. Ik had niks te vertellen. En die tweede ronde kunnen ze gewoon niks meer. Helemaal leeg en dan tik je ze langzaam weg. Oh ja, dus hij ging er volop. Toen dacht je, kut, dan doe het moeilijk. Ik kwam in de hoek en ik dacht echt, als hij dit drie rondes vol kan houden, dan is het gewoon. Ja, dan verlies je het. Daarmee heb ik helemaal niks te vertellen. En de tweede ronde begon en gewoon leeg. Helemaal niks meer. Mm. Nou, til je ze op, gooi je ze op de grond en dan een paar stoten erover en dan is het afgelopen. Ja. Een paar stoten eromheen. Mooi, hè? Hoeveel wedstrijden heb je gevochten? In de MMA? In MMA heb ik nu 20 wedstrijden gevochten. 20 professioneel en nog 5 amateur. Ja. Dan heb ik 17 gewonnen, 3 verloren. En alle 3 heb ik op punten verloren, dus ik ben nog nooit vroegtijdig gestopt. Oké. Okay. Ja. Hoe oud ben je nu? 26, net. 2 weken, 26. Oh, ik had ook al gedacht. Daar ben je gek van. Hey, maar waar waren we gebleven? Oh ja, hoeveel wedstrijden? 20 en 3 had je op punten verloren, hè? Ja, 3 op punten verloren, 17 gewonnen en 14 daarvan heb ik vroegtijdig gewonnen. Submission of knockout. Ja. En 60 kickboxpartijen heb ik nog eruit. Wat is jouw specialiteit? Submission? Ja, ben ik wel goed worstelen? In. Ja? Ja, maar ik vind het staande werk vind ik leuker en ik denk dat ik daar beter in ben. Ja, in boksen. Ja, boksen, trappen, knieën. Maar ja, ik probeer eigenlijk gewoon de zwakke plek van mijn tegenstander te vinden. Ja. En ben ik beter dan hem op de grond, dan ga ik naar de grond. Ben ik beter staan, dan blijf ik liever staan. Ja. Maar soms loopt het anders. Allrounder wel. Allrounder. Ja, zeker. Ja. Ja, moet wel. En die Bare Knuckle, dit is wel verboden in Nederland, hè? Ja, in Nederland is het verboden. In Engeland is het echt gigantisch groot. Er zijn nu, januari vecht ik het 20ste event. Maar het is echt reusachtig. In Londen? In Londen, ja. En dat is, hoeveel mensen komen daar? Ja, ook een paar duizend. Ja, 10.000. Het stadion in het O2 Arena is het nu. En ze zijn bezig nu om het Wembley Stadion af te doen. Meen je? Ja. Oh, dat wordt helemaal groot. Ja, dat wordt echt groter. Jezus. Dat is niet normaal. Dus dat band ook wordt echt, ja, dat wordt de volgende stap weer, zeg maar, het nieuwe. Ja, het is het nieuwe. In Amerika is het al super groot, in Engeland is het ook super groot. Ja. Gewoon, Nederland, dat duurt allemaal wat langer.
Je moet eerst de kat uit de boom kijken. Ja. Rustig aan. Rustig aan en dan. Oké, dus het is wel een soort sport, dat MMA met zeg maar alles erin, hè? Je judo. MMA zit alles, ja. Judo, karate, kickboksen, worstelen, noem het maar op. En je kan het gebruiken. Alles wat je kan gebruiken qua vechtsport. Elleboog, alles mag, ja. Knieën, noem maar op. Het is niet normaal. Godsamme zeg. En wanneer is je volgende partij? 25 januari in Londen weer. Oh ja, 25 januari. Finale van de Bernuckle. Is dat de finale? Oh ja, ja het eerste. Dus het is een toernooi geweest, ja. Ja, ik zat in de kwartfinale. Toen was mijn tegenstander te zwaar. Oh ja. Die was gecanceld. Toen kwam de halve finale, die heb ik nu gevochten, gewonnen. De derde ronde moest de jongen stoppen. En nu de finale. Ja. Top man. Ja. Dat is wel vet. En is het nou ook dat je daarvan zeg maar kan leven? Kan je van de. Ja, je kan ervan leven. Ja. Alleen, je wil maar de echte grote organisaties, UFC, Bellator, dan word je rijk. Ja, tuurlijk. Net als die McGregor en zo. Ja, tuurlijk. Dat wil iedereen in principe. Moet je ook show maken, hè? Dit show maken. Ja, hij is mooi, hè? Supergoos. Hij is ook wel goed, hè? Hij is supergoed. Ja, hij is één van de beste gewoon. Ja. Alleen, hij maakt zoveel show en de helft van de mensen vindt het geweldig. De helft van de mensen vindt het niks. En wat zou jij doen? Zou jij een show maken of zou jij rustig? Ik ben minder... Hij maakt echt show. Ik ben niet zo goed een show maken. Maar ja, ik kom wel om te vechten. Ja, dus ik maak de show wel in de ring of in de kooi. Ja. Maar daarbuiten ben ik iets rustiger dan. Ja. Gewoon afwachten. Ja. En zeg maar, is dat dan ook een soort scouting wat die UFC doet? Als ze jou zien, hoe kan je dat bereiken, zeg maar, om in de UFC te komen? Ja, je moet veel winnen. Als je veel wint, dan kunnen ze naar je toe komen of naar je manager. En dan, dan benaderen ze je. Wil je voor ons vechten? Iedereen wil dat. En waar richt jij je nu op? Op die Bernuckle of gewoon... Nee, op MMA. Dit toernooi heb ik gewoon gedaan om in de schijnwerpers te zetten. Oké. Een beetje jezelf wegzetten. Ja. Maar dat moet toch ook wel. Kijk, als jij in arena of daar in de O2 Arena gaat vechten, kijk in Engeland, en je wint daar. Ja. Dan krijg je zoveel reclame voor jezelf. Zeker weten, ja. Dat is heel goed, hoor. Ja, 100%. Dus daar kijken ook andere mensen naar. Het is gewoon net als met voetbal, met scouting, weet je. Net als Ajax, je speelt in de Champions League. Ja. Nou, dan zien heel de wereld ziet hun. Ja, die ziet en dat is voor jou ook zo. Ja, dat is hetzelfde. Zo is het gewoon. Ja. En nu moet ik ook wel zeggen, na die halve finale, nu ben ik ook wel aan het praten met organisaties. Maar daarvoor bleef het gewoon uit, maar nu gaat het wel... Ze wachten even die finale nog af. Ja, ja. En dan kunnen we goed onderhandelen in ieder geval. Oh, dus er zijn wel al dingen wat... mooi man. We spelen wel dingen. Ja, leuk. Ja, gelukkig. Ja, wel. Mooi toch? Ja, en dat is ook waar ik het voor deed, hoor. Tuurlijk. Je wil het hoogste, je wil Champions League spelen. Ja, precies. Iedereen wil, tuurlijk. Champions League, dat is wat je wil. Ja. En als je Champions League speelt, dan mag je ook geld verdienen. Dus, absoluut. Ja, zo hoort het gewoon. Hoe hoger, hoe beter. Het is niet anders. Nee, maar goed, je begint niet met voetballen dat je bij AGOV of zo wil blijven. Nee. Je wil naar Barcelona of zo toe. Ja, tuurlijk. Ja. Ieder kind wil dat. Ja. Dus daar ga je gewoon voor. Dat is je droom. Dus, als je Ajax gehaald hebt en je zit daar en je bent goed, dan wil je door, toch? Ja. En hoe is die tegenstander in die finale? Je kent hem, je hebt hem zien vechten, hè? Ja, ze is echt een straatvechter. Die doet al zo lang om dit soort partijen te vuisten. Ja. Staan ook op YouTube, staat hij helemaal vol dat hij op een parkeerplaats aan het vechten is. Meen je niet? Ja, geweldig. Kopstoten erbij, alles erop en eraan. Ja. Maar dat mag nu niet, hoor. Nu mogen we alleen boksen, geen kopstoten. Maar dat wordt echt een dikke partij. Is hij Engelsman? Ja, Engelsman. Dus nu kom ik weer in de rol van de Leeuwen. Ja. En die tegenstander daarvoor was ook een Engels? Ja, was ook een Engels. Dus ik heb twee keer nu tegen Engelsen gestaan. Die hou ook wel van mat, hè, die gasten. Ja, dat is niet normaal, jongen. Die komen ook echt om te knokken gewoon. Ja. Die houden ook van knokken, zit gewoon in het DNA daar. Ja, dat zit daarin, hè. Zijn niet bang. Nee. Maar hun vechten ook op een leuke manier. Ze vechten en daarna zijn ze ook weer vrienden. Dat is en klaar. Hier in Nederland, als ze gevochten hebben, dan... Wel is het nog wel eens doorgaan daarna. Over 100 jaar of nog steeds. Ja, zeiken erover en zo. Oké. En dit, die oren, hè? Ja, mooi. Jezus, zoals hard, hè? Ja, je knijpt maar eens gewoon keihard gewoon. Dat komt gewoon door die klemmen. Ja, elkaar om de kop en dat oor dat kraakbeen breekt, en dat is niet normaal. Ja, en je hebt daar verder geen last van of zo? Nee, helemaal. Ja, een oortje, die muziekoortjes, die kunnen er niet meer in. Stop ik erin, dan vallen er weer uit. Dus dat is één wat kut is. Dus dan doe ik die oortjes in mijn oren en dan tape eromheen. Dat kan moet. Niet lopen, joh. Dat is mooi, hè? Ja, dat is verschrikkelijk. Erik, dus het is gewoon dat kraakbeen wat dan... Ja, dat breekt. Dat vult. En ik kan wel naar de dokter gaan en laten opereren, maar ik kom toch weer terug. Ja. Als je weer gaat vechten, dan kom je... En hoeveel wedstrijden doe je dan om de... Hoeveel tijd zit er tussen? Ja, meestal 2-3 maandjes tussen een wedstrijd. Want je hebt toch... als je een sneetje hebt, dan duurt het al wat langer. Yeah.
Beuzenknie, last van je schenen, last van je vuisten. Wat is nou je ergste blessure die je hebt gehad? Ja. Ik had een keer, nee, dat viel mee. Ik was een keer aan het trainen en toen had ik de binnenkant, mijn binnenband had ik geschud. Yeah. En dat was eindelijk hersteld. Dus dat was ik 9 maanden een beetje uit de running. En toen was ik weer aan het voorbereiden voor een wedstrijd. En ik geef iemand een levensstoot. Yeah. Ik sla met mijn arm op zijn elleboog. Oh. Breek ik mijn arm. Nee. Dus die kwamen precies achter elkaar. Ja, dat was gewoon kut. Ja. Dus ja, gebeurt het nou met een paar jaar ertussen, dan maakt het niet uit. Maar toen was ik in 1,5 jaar uit de running. Oh, dat is wel lang voor een vechter, hè? Ja, en je wordt zwaar in die tijd, want normaal train je 2 keer per dag. En nu, ja, je kon niet trainen, je doet niks. Nee. Fitnessen, ja, doe je ook niet, want ja, het is toch niks. Hardlopen doe je ook niet. En alleen maar vreten de hele dag. Ja. Op een gegeven moment had ik 90 kilo. Weet je, ja? Ja, dan moest ik weer terug naar 70, dus dat was wel even bikkelen. Maar goed, de eerste partij die ik toen weer vocht, die was... ja, dat was geweldig. Van 90 naar 70, ik. Ja. Godsamme, dan moet je echt een leidingsweg is dat, hè? Ja, zeker. Een leidingsweg is wel. Ja, echt, dan moet je echt veel trainen weer en dingen laten. Want dan ben je gewend om te vreten en dan ga je trainen en dan mag je niks meer hebben. Nee, moet opletten. Oh. Toen, ik was eigenlijk altijd het talent van Nederland. Ja. En toen lig je 2 jaar uit de running, dus iedereen vergeet je. Ja, ja. En toen was er een nieuw talent van Nederland eigenlijk opgestaan. En toen ik terugkwam, moest ik gelijk weer tegen hem vechten. Meen je? Ja. En maar die gaf ik 3 rondes gewoon echt een pak rammel gewoon. Ja. Ik sloeg hem helemaal de tering. Ja. Mooi. Daar was ik ook blij om hoor, want als ik die ook zou verliezen dan, ja, dan was dan ben je klaar. Klaar. Ja, tuurlijk, want dan heeft hij alle lof en zo. Ja, zeker weten. Maar ik pakte hem zwaar gewoon. Ja? Was een ronde van een wedstrijd van 3 rondes. 3 keer 5 minuten. Maar ik gaf hem nog. De eerste ronde ging nog gelijk op, maar die tweede en derde sloeg ik hem helemaal naar de kloten. En waar was dat? Dat was in Eindhoven. Oké, okay. Ja. Komt die jongen daar ook vandaan? Die jongen die kwam uit Tilburg. Dus, maar was ook gelijk Europees titelgevecht. En je bent Europees kampioen geweest? 3 keer ben ik het geweest. Ja. Meen je, ja? Zo hé. Hey. 3 keer Europees kampioen, een paar keer Nederlands kampioen. Maar ja, goed, je wil. En is dat dan, zeg maar, dan ben je Europees kampioen en kan je dan ook voor het wereldgevecht gaan, toch? Of niet? Ja, dat kan wel, maar weet je wat ik altijd vind? Kijk, je hebt UFC, dat is de allergrootste organisatie. Ja. En voor de rest heb je heel veel bonden en die geven allemaal wereldtitels weg. Ja. Maar voor mij is het gewoon, als je de UFC-titel hebt, dan ben je echt de wereldkampioen. Ja. Want ik ben wel eens bij wat organisaties kampioen geworden en dat noemen hun ook wereldkampioen. Maar dat vind ik zelf niet, dus ik benoem het helemaal niet. Nee. Ik vind gewoon UFC-kampioen, dan ben je wereldkampioen. Ja, dan ben je, dat is die, we zeiden al, de hoogst haalbare Champions League, dan ben je echt de kampioen. Ja, want als je hier bij Alexandria bij ons dan toernooitje wint, dan ben je ook niet de beste club, toch? Dat, zo moet je dat zien. Ja, precies. Het is wel leuk dat je wint, daar doe je het voor. Ja. Maar je hebt niet Ajax verslagen. Nee, precies. Je hebt wel even dat gevoel van wauw, leuk, maar daarna is het ook weer... Nee, dus als ik nu wereldkampioen word tegen, maakt niet uit, iemand hier uit Apeldoorn, of je slaat McGregor even neer, dat telt echt wel. Dat is het verschil. Precies. Wauw, maar dat is wel je plan ook, om zeg maar... Ja, ik wil gewoon MMA, dat is gewoon alles. Gewoon. Ja. Train 2 keer per dag keihard. En... 2 keer per dag trainen, ja? Ja, 's ochtends en 's avonds. Maar het moet wel, het niveau is zo hoog op het moment. Dus als je dat ook niet doet, dan heb je gewoon, dan tel je niet mee. En veel goede Nederlandse vechters? Ja, valt tegen. Ja. Nederland is, het loopt gewoon achter, dat is het probleem. Ja. En Nederlanders die willen nooit samenwerken. Ik heb wel eens geprobeerd dan om een groep jongens bij elkaar te krijgen, allemaal toppers uit Nederland. Ja. En dan zijn er wel een paar op afgekomen. Maar dan uiteindelijk is het weer de reizen weer te ver en dan valt het toch weer uit elkaar. Ze hebben er niet zeg maar alles voor over, zeg maar. Nee, ik denk dat het is. Ja. Mijn moeder. Ze rijdt in de regen. Ja. Ah. Het is koud. Ja, dat is ook toevallig. Ja. Ah, leuk. Hoe is het met de Lammy? Goed? Ja, goed. De Lammy is lief, hè? Ja. Ze komt nog wel eens bij ons. Ja? Ja. Komt ze even wat drinken en zo. Lammy is lief. Als ik haar bel, ik zie dat ik s'nachts, ik heb wat, dan komt ze maar even op halen. Ja, gelijk, ja. Sowieso. Echt een liefde. Oh ja, we zijn nou verhuisd naar een boerderij, hè? Ja. Oh, mooi jongen. Je hebt gezien, geweest, man. Ja, volgende week. Ik zat te kijken, je bent bij mij thuis geweest, maar ik zat te kijken of ik daar ook wat kan doen of zo. Weet je, iets van. Ja, ik heb zoveel ruimte. Ja, je weet niet wat je ermee aan moet, man. Te veel ruimte. Ja. Maar wel mooi dan, hoor. Ja, dat is heerlijk. Je hoort ook niks 's nachts. Geen auto's of zo. Dus echt even wennen. Ja, zeker. Je woonde eerst in die drukke straat. Ja. Je had de mensen en auto's en zo, en nu. Ja, niks. Het is wel raar dan toch, als je denkt, niks meer hoort. In het begin was ik wel echt wel, denk ik, even opletten, ik kon niet goed slapen. Ja. Dus 25 januari is de wedstrijd weer. Ja. En dat wordt ook uitgezonden op
Ja, in alle landen wordt het uitgezonden. Volgens mij 100 landen of zo, maar dan precies Nederland wordt het niet uitgezonden. Maar het is wel groot, hè? Ja, het is niet zomaar iets, hè? Nee, het is echt heel groot. Ja. Maar in Nederland staat het gewoon een beetje tegen. Raar toch? Terwijl ze wel kickboxen in Nederland van kickboxen was toen ook. Oh ja, dit kan niet. Maar nu ook heel groot geworden. Waarom niet dat MMA dan? Ja, zeg het maar. Ja, ik weet het niet. Apart toch? Ja. Ja, het gaat, weet je wat het is? Kijk, kickboxen, dat is iedereen een beetje gewend. Staand vechten, kicks erbij. Maar MMA, de kleinere handschoenen. Ja, het is gewoon een beetje babaas is het gewoon. Ja. Maar ik merk vaak als mensen die het nog nooit gedaan hebben en die komen dan bij mij op de sportschool trainen. En ze hebben het een paar weken doen ze, dan zijn ze ook echt zwaar positief erover. Ja. Maar daarvoor denken ze allemaal, het is echt babaas, twee gekken in de kooi bij elkaar, de kop improviseren. Ja, maar dat is het beeld wat ze hebben van de MMA. Dus ze gewoon denken van oké, ze gaan de ring in. En ze weten niet dat wat jij net zei, want dat het gewoon een tactisch spel is. Gewoon schaken, kijken, dit, dat, niet zomaar blind erop. Want dan krijg je erin op en dan is het klaar. Ja, dus, dat is het afgelopen. Ja. Ja, veel mensen denken net als vroeger gewoon. Er worden twee mensen in de kooi gestopt, de deur gaat dicht. Ja, en de winnaar mag eruit. Ja, dat denken ze maar. Nou, dat is al, dat zo is het niet meer. Nee joh. Er worden miljoenen mee verdiend. De UFC is volgens mij verkocht voor 400 miljoen of zo. Nee, ja? Dat is gewoon een miljoenenbedrijf. Niet normaal, hè. Oh, die is dicht hier. Die is dicht afgesloten. Ja. Nou, top. Zijn we er weer. We gaan even een fotootje maken. Ja, is goed. Oh, zo. Waar wil je foto maken? Gewoon hier in de auto. Oké. Top. Ja, top.